Hallo allemaal. Ik wil vandaag wat gaan vertellen over push- en pull-factoren. Redenen waarom mensen ervoor kiezen om te migreren naar een ander gebied. Je ziet hier een model waarin twee cirkels staan. Hier staat het Engelse woord origin onder, wat je kunt zien als plek waar je vandaan komt. En hier zie je destination. Plek waar je naartoe gaat. Om van de plek waar je op momenteel woont te gaan naar de plek waar je graag naartoe wil, zul je een bepaalde weg moeten afleggen. Nou, het kan zijn voor mensen die willen migreren, die willen emigreren, dat die weg bezaaid is met allerlei obstakels, met moeilijkheden. Dat zijn de intervening obstacles, oftewel de obstakels die je kunnen tegenhouden. Om het maar even simpel te zeggen. Dan zie je nog plusjes en minnetjes staan. En die plusjes en minnetjes slaan op de push- en de pull-factoren. Wat zijn dat nou precies? Ja, eigenlijk heel simpel. Alle push-factoren, dat zijn alle redenen om ergens te willen vertrekken. En alle pull-factoren, dat zijn alle redenen om je ergens te willen vestigen. Als je bijvoorbeeld in Noord-Korea woont, dan kun je je voorstellen dat daar heel veel redenen zijn waarom je daar graag weg wilt. Er zijn heel veel pushfactoren. Bijvoorbeeld geen veiligheid of honger. Onvrede over hoe het land bestuurd wordt. Angst voor vervolging. Allemaal redenen die het niet bepaald leuk maken om daar te blijven. Dat zijn pushfactoren die je uit een land kunnen werken. Aan de andere kant kan het ook zijn dat in een land als Noord-Korea juist nog wel pull-factoren zijn die je ervan weerhouden om dat land te verlaten. Als jij een heleboel familie hebt wonen die je erg graag mag, kan dat een reden zijn om ervoor te kiezen om in Noord-Korea te blijven. Het zou zelfs kunnen zijn dat je dat uit angst doet. In Noord-Korea wil het nog wel eens gebeuren dat als één iemand vlucht, dat de familie daarvoor opdraait. Kortom, redenen om ergens te blijven. Je kunt je ook voorstellen dat de mensen misschien zo zat zijn in Noord-Korea dat ze besluiten om naar een land als Nederland te willen gaan. Nou, alle pull-factoren die een land als Nederland heeft voor vluchtende mensen, bijvoorbeeld veiligheid of het geloof dat hier een beter bestaan opgebouwd kan worden, omdat wij een ontzettend rustig, aantrekkelijk, welvarend land hebben. Dan kan natuurlijk ook zijn dat ondanks al die pluspunten, al die pull-factoren, er ook nog best wel wat negatieve dingen te noemen zijn. Ik bedoel, voor iemand uit Noord-Korea om in Nederland te komen, goed, ze spreken hier allemaal een andere taal. Dat zou best een push-factor kunnen zijn. Uiteindelijk, als je je verplaatst in iemand die in Noord-Korea woont, zullen het aantal pull-factoren natuurlijk vele malen groter zijn in Nederland dan de push-factoren, waardoor iemand wellicht eerder geneigd is om die stap te maken om naar ons land toe te vluchten. Obstakels daartussen. Ja, goed, je mag niet zomaar uit Noord-Korea vertrekken. De regering die zorgt daar wel voor dat dit zo moeilijk mogelijk gemaakt wordt. Daarnaast, probeer maar eens in Nederland te komen, er zit nog een hele afstand tussen. Zo zul je misschien een heleboel obstakels kunnen bedenken die het voor een gemiddelde Noord-Koreaan moeilijk maakt om naar Nederland toe te vluchten. Nou, goed, als je voor verschillende mensen die push- en pull-factoren een beetje in kaart zou brengen, dan zou je een aantal groepjes kunnen maken van redenen waarom mensen nou ervoor kiezen om te migreren, verhuizen of te vluchten. Vluchten is natuurlijk ook migreren. Er zit wel iets meer dwang achter dan mensen die vanuit andere bewegingen migreren. Bijvoorbeeld de economische migranten. Die kun je weer onderverdelen. Je hebt bijvoorbeeld Poolse werknemers. Dat zijn vaak seizoensmigranten. Die komen hier een bepaalde periode in de zomer of in de lente in de tuinen werken, verdienen wat geld en kiezen er daarna voor om weer terug te gaan naar Polen. Je hebt de zogenaamde economische vluchtelingen.
Dat zijn mensen die op de vlucht zijn voor de slechte omstandigheden in hun eigen landen. Veel mensen uit Afrika zijn bijvoorbeeld economische vluchteling. Lang niet allemaal. Maar dat is wel een groep mensen waar ze in Europa eigenlijk niet echt op zitten te wachten. En dat is ook een groep mensen die geweerd worden of die weer teruggestuurd worden. Omdat dat simpelweg niet op te vangen is. Al kun je je misschien wel verplaatsen in de situatie van die mensen, als je ziet hoe erbarmelijk de omstandigheden zijn in sommige van de landen waar ze vandaan komen. Dan heb je nog een categorie hoger opgeleide migranten. Bijvoorbeeld artsen die in Nigeria wonen. Die worden soms gevraagd door rijke landen om daar te komen werken. En het salaris wat ze dan kunnen krijgen in de landen als Amerika of in Europa ligt vele malen hoger dan het salaris wat ze in hun eigen land kunnen krijgen. Als die hoger opgeleide mensen weggaan, dan heeft het land wel een probleem. Als in een land als Nigeria bijzonder veel artsen verdwijnen, dan zijn er minder artsen over voor de armoedige bevolking die daar is. Dat is dus een groep die erg gemist wordt, omdat ze wel bepaalde vaardigheden hebben om het land beter te kunnen maken. Daarom gebruiken ze daar het begrip brain drain ook wel voor. Verder kun je tegenwoordig met het veranderende klimaat ook steeds meer ecologische migranten zien. Bijvoorbeeld mensen die vluchten voor natuurgeweld, voor droogte, hongersnoden. Natuurgeweld in de vorm van orkanen. Ook daar, vanuit de ecologische kant, zie je best wel veel Afrikaanse vluchtelingen onze kant op komen. En dan kun je bijvoorbeeld ook nog denken aan de politieke migranten, vluchtelingen in de oorlog. Mensen die vervolgd worden in hun eigen land vanwege een geloof, seksuele geaardheid, ras of wat voor reden dan ook. Het zijn vaak mensen die wel in staat zijn om politiek asiel aan te vragen. Hoe dat gaat, dat zal ik misschien een andere keer uitleggen. Even grofweg drie groepen gepakt als voorbeeld die uit dit modelletje kunnen rollen. Nou, het voorbeeldje van Nigeria net nog, hè, de brain drain. De hoger opgeleiden die vertrekken naar de wat rijkere landen, omdat daar de lonen hoger liggen. Maar goed, dat noemen we dus brain drain. Belangrijk voor arme landen om die hoger opgeleide mensen juist vast te houden. In de praktijk blijkt dat helaas moeilijk te zijn, dus. Tot zover.